We hebben op 1 uur bijna 30 patiënten ingeschreven. Dus dat betekent dat er om de 2 minuten een patiënt toekwam op spoedgevallen. De meeste patiënten waren mensen die gevallen waren. Maar nu komt de gewone spoedpathologie terug op gang. En het blijft eigenlijk nog altijd druk. De wachttijden lopen op tot bijna 2, 3 uur alvorens wij de patiënt kunnen zien.